Inspiratie is het gevoel dat je hebt als je zin hebt om echt iets te gaan doen. Inspiratie is het gevoel dat je hebt om nieuwe dingen te gaan beginnen. En met 7 Days of Inspiration willen we van 26 februari tot 4 maart 2011 zoveel mogelijk mensen inspireren om dingen te gaan doen. En hoe doen we dat? Door te laten zien wat je nu al kan waarmaken, wat je nu kan realiseren, zonder geld in kas, met sociale overwaarde en door mensen, ideeën, kenners, instellingen en spullen anders aan elkaar te verbinden dan nu het geval is. Concreet, praktisch, wat gaan we doen? Er zijn 6 thema's waar we aan gaan werken. Zorg, onderwijs, duurzaamheid, werk, voeding en versimpelen. Daar gaan we mee aan de slag. In het onderwijs is er een project One Day Dream School. Stel je voor, wat gebeurt er als je een school gaat inrichten zoals de leerlingen en leraren het zouden willen als er geen regels zouden zijn? Stel je voor als je bijvoorbeeld in de zorg, in een ziekenhuis of een instelling een afdeling inricht op basis van interesses en hobby's, bijvoorbeeld een piratenafdeling in plaats van een gebroken benenafdeling. En stel je dan eens voor dat we van allerlei restmaterialen die we toch over hebben, een plekje kunnen bouwen waar allerlei stichtingen die normaal geld moeten lenen om een kantoor te huren, gewoon terecht kunnen om samen te werken. Zou dat niet cool zijn? En stel je eens voor als we om de boel te versimpelen, we kinderen binnen bedrijven zouden brengen en dat de kinderen vragen gaan stellen en zeggen hoe zij het zouden doen. Dat zou de boel toch veel makkelijker maken volgens mij. En stel je eens voor dat we op een school open source software zouden introduceren. Dat scheelt de school bakken met geld en kinderen snappen het open source gedeelte, deelkennis, want dan kun je met z'n allen samen beter dingen doen en beter maken. Nou, als je toch op een school dingen beter aan het maken bent en je hebt het over voeding, nou, wat je dan zou kunnen doen bijvoorbeeld, is laten zien welke voeding nou heel gezond is en welke voeding ongezond is en welke voeding nou heel duurzaam is en welke niet, zodat kinderen bewust worden van wat ze eten en wat ze kiezen. Nou, volgens mij is dat wel te doen. Maar goed, we kunnen niet alleen, we weten niet hoe het moet. We hebben heel veel hulp nodig. Iedereen kan meedoen, want jullie met z'n allen weten veel meer dan ik alleen, maar ook dan de mensen die hier nu aan het project werken. Dus kom lekker meedoen. En wie weet versimpelen we Nederland, upgraden we Nederland volgend jaar. En we zijn al begonnen, dus haak aan, man.